Het moet gewoon lekker zijn, dat is het belangrijkste. Mensen, die zijn ontzettend nieuwsgierig, die willen experimenteren, die willen nieuwe dingen proberen. In 2050 zijn er ontzettend veel mensen, er zijn nu ook al heel veel mensen en we koken eigenlijk met een soort van beeld van ja, wat gaat er de komende tijd veranderen en hoe moeten we ons vandaag eigenlijk al anders gaan koken om in 2050 de wereld een beetje te sparen. We hebben echt aardappels van het veld meteen hierachter, eieren van om de hoek, sperziebonen van de boerderij om de hoek. We gebruiken vlees van stadsboerderij Almere, dus alles is heel lokaal gesourced. En voor alles hebben we echt geprobeerd om de allerbeste optie te vinden. We serveren een steak tartaar en we hebben dat gerecht Meet Me Halfway genoemd. Dus het is een hybride gerecht. Waar we wel vlees gebruiken van een hele mooie boerderij hier uit de buurt, maar dan de helft minder in het gerecht, wat nog steeds fantastisch smaakt. Je had ook gewoon naar de frituur kunnen gaan, hè? Mm-hmm. Sorry, hoor. Ja. 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 En dan ga je hier zitten. Ja, ja, dus ik ben wel benieuwd wat ze in 2050 de menukaart hebben. Heb je nog zin om dit in 2050 ook te moeten eten? Ja, mag wel wat meer frituur bij. Nou, we zijn nog niet klaar, maar het is heerlijk. Even kijken wat onze kinderen over een paar jaartjes gaan eten. Of moeten gaan eten misschien, maar... Ja, heel erg lekker. Dit is gewoon super lekker. En andere dingen ook wel. Iets met insecten en zo. Als ze het maar gewoon lekker maken, zeg maar, dan gaat alles er wel in. Liever dit dan een ordinair broodje kebab? Ja, zeker, ja. Het is niet zo dat wij zeggen dit mag wel of dit mag niet. We kijken naar hoe we dat zo optimaal mogelijk kunnen maken met elkaar. En dat kunnen we ook niet alleen. Dat realiseren we ons ook echt wel. Dus dat doen we samen met andere partijen. Dus ja, we zitten daarin. Maar aan de andere kant laten we ook zien hoe het met de leveranciers die hier zijn ook kan. Vannacht gewoon een kebabje. Ja.